We zijn op de bestemming aangekomen volgens Wees. Ik weet niet waar Bianca dan zou moeten zijn. Ik zie haar niet. Nee, de weg houdt gewoon op. Kijk, we zijn er en de weg houdt op. Zaterdag vandaag en we zijn bij Bianca Schoenmaker geweest. Gewoon een paar korte beelden er even van laten zien. Later nog een hele video voor met Bianca. Dat is heel interessant, heel leerzaam, leuk ook. De vraag is altijd bij een cursus. Hoe was het? Ja, leerzaam en leuk. Maar hoe je het ook bent of verkeerd, dat was het echt. Tess is nog even op bel aan het rijden zonder zadel, omdat we laat terug zijn. En ze toch de gelegenheid van de ene laatste keer rijden niet wilde laten gaan. Ze gaat straks met de broer nog wat leuks doen, want ze zit er echt wel heel erg doorheen, kunnen we wel zeggen. Ja, hoort bij ponyleven niet leuk, maar het hoort er wel bij. Veroni heb ik even vrijgegeven vandaag en dan gaan we morgenochtend vroeg toch nog een keer naar het strand, omdat het zo geweldig was de vorige keer. Wil ze heel graag nog een keer. Dus nou ja, dat gaan we dan toch proberen te regelen. Ja, het is een beetje een vervelende week geweest. In de privésfeer zijn wat vervelende dingen gebeurd. Er is iemand overleden die heel dicht bij ons stond. Daar moeten we dus ook mee omgaan. En ja, Bel gaat natuurlijk dinsdag weg en die combinatie is wel moordend momenteel. Toch proberen we er het beste van te maken. Hele nare week dus. Ik was er met mijn gedachten ook niet bij en heb toen ook een auto aangereden die gewoon geparkeerd stond. Dus ik moet ook nog even schadeformulier ingevullen. Gelukkig was degene die het kaartje onder de voorruit gevonden heeft heel coulant. Dus ik hoef alleen maar er even heen om schadeformulier in te vullen. En dan wordt het vanzelf volgende week, denk ik dan maar. Tess is nu dan aan het rijden, dus dat zal ik nog even gaan filmen. Die zonder zadel was nog een van de wensen. Is het de ene laatste keer dat ze op Bel zit. Morgen is het dan de laatste keer. En maandag krijgt ze vrij, omdat ze dinsdag een enorme rit achter voor de boeg heeft. Helemaal naar Zuid-Duitsland. Daar komt helemaal apart nog een video over. Dus daar krijgen jullie echt uitleg over. En ja... treurige week, kan niet anders zeggen. Het is vandaag zondagochtend. Ik zeg met bij nadruk zondagochtend. Omdat het nu 6:50 is. Ik ging om 6:00 mijn bed uit. Want we gaan naar het strand toe. Want je kan of heel laat gaan of heel vroeg. We hebben deze keer voor gekozen om heel vroeg te gaan. Omdat wij in de avond iets hebben. Dus in de ochtend. Het is heel vroeg. Maar ik denk dat het ook lekker rustig is. Dus dat is ook wel fijn. Mijn vader is ook mee. Kijk daar. En mijn moeder. Want mijn moeder is de enige met één achter mee. En ik ga niet in mijn eentje naar het strand. Dus dan neem ik mijn vader en mijn moeder mee. En dit wordt de allerlaatste keer dat ik wel een soort van heb. Dan op haar gaan rijden. Dus dat is ook wel heel erg leuk dat ik dan naar het strand toe kan. Maar tuurlijk, hoe kan het ook anders? We hebben natuurlijk onze groene de Boer on Tour bij ons. We zijn op het strand aangekomen. Alwin zegt daar, zegt net, het is 9:30. Het is kwart over zeven. De paardjes staan klaar. De andere kant is Bel. Ik zal erheen lopen. Daar is onze bellekind voor het allerlaatste ritje. In Nederland in ieder geval, hè Tess? Ja. Ik weet nog niet hoe dat straks in Duitsland gaat. Nou, we gaan maar opstappen en dan gaan we verder met de GoPro. Nou Tess, je ziet er goed uit. Dank je. En op wie moeten we weer wachten?
Ja, de vorige keer, toen was het nogal spectaculair hoe Rebecca op haar paard terecht kwam. Dus ik denk, ik ga nu even filmen. Kijk, wat er gebeurde. Ja, ik moet ook nog lastig filmen, want die trekt de hond aan mijn arm. Wat gebeurde? Rick en zo. Mama die stond zo en dacht, Rick die krijgt hem er echt niet op. Als dit Rick, zo. En dan... Nee, ik kwam erop wel liggen. Ja, de benen waren aan één kant. En de hoofd aan de andere kant. Zo, zo lag ze. Toen zei ze... Hou die. Kijk, want die bal ligt weer ergens. Oh, daar rechts. Kijk eens links. Kijk, dit is Alice. Hé, Alice. En Alice die wil naar het strand. Die vergeet dan de bal. Oh, die ligt nog hier. Pak je bal. Oh, daar gaat ze. Kijk. Met het krukje zat daar. Tuurlijk wel. Ja, nu wordt het een stuk minder spectaculair hoor. Zo. Ja. Rebecca on the move. En hier hebben we Tessa on the move. Nee, onze lief. Maar het is, weet je, altijd als ik hoe sneller ik ga lopen. Hoe sneller Bel gaat lopen, dan kom ik er niet voor om te filmen. Ja, het gaat in galop. Lekker dingen. In draf. Ja, noem het maar draf. Ik was in galop. Naar haar mee hoe zwaaien. Oké. Dit is eigenlijk het meest ideale stuk strand dit. En aangezien het net vloed geweest is, dan zie je hoe hoog het water komt. En dan is dit lekker stevig nu. Zonder dat ze per se gelijk de zee in hoeven. Nou, dit zijn die pipowagens. Dat je vader het over Pico Agas. Daar. Ja, het feest denk ik. Nou, een stukje galopperen. Afgevallen, want hij stond niet heel stevig. Maar ja, dat maakt niet uit. Het was echt heel erg leuk. Ik ben blij dat dit mijn laatste ritje was. Ja. We zijn met z'n allen en mijn vorentje. Waar nog en mijn moeder. Ik hoor er niet bij. Nee, mijn moeder hoort er niet bij. We zijn op weg naar de Koningshoek. Omdat we gaan, Don en ik gaan voor Pimpje Pony dingen halen. En Elisa wil graag mee. En Fala ook blijkbaar. Daar. Hallo. Ik moet even uitleggen wat Pimpje Pony is. Oh, Pimpje Pony is voor... Jeetje, dit wordt warm hier. Pimpje Pony is voor de ponykamp.
dan is dat de dinsdag als we ponykamp gaan, dan heb je dan Pimp Pony. En dan moet je pony helemaal versieren en wij gaan het in een soort van clownachtig thema doen, toch? Ja. En we weten nog niet wat voor clown, dus we kijken wel. En op ponykamp heb je ook nog bingo en onze avond en nog weer van dat soort dingen. Zo klaar, hè? Jawel. Het is woensdag en zometeen gaan ze in de springles. Er staat veel wind en mijn pluisjes zijn er nog niet. Dus ik moet uitkijken waar ik film. Ja, ze gaan stappen, zeggen ze. Ze hebben volgens mij nog een half uur. Het ging goed, maar ze was sterk vandaag. Dat was niet normaal. Op een gegeven moment, het klinkt misschien een beetje zielig, maar het was wel echt nodig. Anders was ze nog harder gegaan. Op een gegeven moment moest ik eerst in één teugel trekken en daar luisterde ze niet naar. Dus ik met twee teugels, met twee handen zo. Daar luisterde ze wel maar. En weet je, die was heel sterk vandaag gewoon. Het is vandaag donderdag en ik ga vandaag naar de Arco hoeven. Dan ga ik lessen. En ik heb Blondie helemaal trailer to go gemaakt. Behalve de basecap en dan die moet ik zo ook gaan doen. Dan heb ik, kom maar mee. En volgende komt nog een keer. Dan heb ik bij Blondie hiervoor een klein staartje. Om haar in de... Mijn moeder kijkt heel raar. In het thema te houden. Hier heb ik allemaal staartjes gemaakt. Zodat ze het minder warm zou krijgen. Dan is het hier wat luchtiger. Bij dressuurdingen zie je vaak knotjes. Zoals deze. En bij springruitjes zie je dan weer staartjes. Dan gaan we de achterkant. Meestal als ik op de trailer ga, dan maak ik een vlecht. En deze keer een invlecht. En wat blijkt, ik kan veel beter mijn eigen haarkleur vlechten. Dan bijvoorbeeld de haarkleur van... Dan van die van Verona. Mag ik het ook zeggen van? Ja, vertel maar. Kluns. Je hoort het net al, ik ben een kluns. Komt dat ik met sommige dingen niet heel goed nadenk. Dus ik was nog een beetje te snel. En toen heb ik met mijn slimme hoofd Blondie in de trailer gezet. Prima. Toen haar vast gemaakt. En ben ik daarachter een stukje gaan vastmaken. De balk erop schuiven. Dacht ik. Toen dacht deze mevrouw, want ik leer haar om achter me aan te lopen, van ik ga met je mee. Dus ze ging helemaal aan het touw hangen. Dus uiteindelijk gevallen. Ze heeft wel wat mondjes, maar het ziet er niet heel erg uit. En daarna dacht ze, oké, ik ga weer de trainer in. Dus dat is mooi. We zijn nu bij de Arco voor les. Ze verdwijnt uit beeld, jongens. Ik weet niet precies waarom, maar... Een vlog is altijd de bedoeling dat wat er in beeld komt, dat is wat er gebeurt. Daar is onze Stephanie Kop. Zij is eigenaresse van de Arkenhoeven. Samen met haar mama en haar zus, volgens mij.
En ze gaat lesgeven. Ja. Tesles, ja. Tesles, ja. De Arcool Improve heeft zelf ook een YouTube kanaal, toch? Ja, klopt. En dat wordt al beter. Ja, we krijgen les van... van mij? Ja. Dus je laatste video was ik tevreden over. En die ging daar was ik over... heel blij mee. Ja, over Daan, over mijn zusje. Die ging zich voorstellen, of althans, ik ging haar vragen stellen en om haar te introduceren. Nou, ik zal hem hierboven linken. Dus dan kunnen jullie allemaal even kijken hoe Stephanie... steeds beter wordt. En Danielle, steeds beter worden op YouTube. Dan moet je vooral de video's daarvoor ook even kijken. En dan, en dan mag je daaronder mag je in de comments zetten wat je verbeterd vindt. Ja, doe dat maar. Leuk. We hebben ze een hele jury hebben ze dan. Dus, nou. Wordt er druk mee. Ja, maar wel leuk. Ja, wel ja joh. Komt helemaal goed. Nou, we zijn een uur bezig geweest om deze blonde dame weer in de trailer te krijgen. Want na de ervaring met Tess met het vallen, dacht ze toch van nou, dat gaan we niet doen. Dus ik moest op een gegeven moment wel ietsje strenger worden. Dat vind ik altijd vervelend. Maar na 3 kwartier dan, ik geef ze altijd een half uur de tijd om het te proberen. En dan nog een kwartiertje met ietsje meer druk. En daarna ga ik dan toch over op nog iets meer druk. En toen ging ze er wel gewoon gelijk in. Ik heb even halstertouw onder haar neus heen gedaan. Dat gaat dan via... de zijkant hoor, het is niet onderlip of zo, maar gewoon dat je iets meer druk op de neus kan geven. En toen stond ze er zo in. En nu proberen we er een positieve ervaring te geven door er lekker te laten eten en er even bij te blijven. En daarna rijden we naar huis en dan krijgt ze weer te eten. Alleen op een gegeven moment moet je natuurlijk ook gewoon naar huis, dus dan moet je gewoon even iets strenger worden, want anders dan kom je niet meer thuis. Dat is niet zo handig. Dus nou ja, naar huis. Ik heb les gehad bij de Arcoolhoeve en dat ging heel goed. Blondie en ik hebben weer iets waar we op kunnen oefenen. Sorry jongens, ik zo wel beweeg, maar ja, we moeten een beetje uit de zon kunnen. Nou, mijn les bij de Arcoolhoeve ging super goed. We hebben weer wat geleerd en we kunnen weer ergens aan werken. Het is vandaag vrijdag. Ik ga vandaag niet in de springles, want ik heb een gisteren is ze nogal pijn. Dus we gaan de aankomende 2 dagen aan gehoorzaamheid te werken. En ik ga haar benen voelen en de rest. En ja, ik hoop dat het dan beter is. Je bent wel een YouTube pony. Ja. Zo maak je mij donker. Dus ik heb een beetje licht nodig, dank je. Blondie heeft natuurlijk gisteren schuiver gemaakt op de trailer. Dus Testy heeft even de recaptekst erop gelegd. Ja, dat helpt tegen de spierpijn. Ja, zegt ze. Ja. Wat ben je aan het doen? Kijk de pony. Ik ga ervan uit dat ze wat spierpijn zal hebben van die schuiver. Ze heeft gisteren natuurlijk ook toch nog les gehad. Maar ja, nu hopen we hiermee de spierpijn. Hallo liefie. Ja, ben je braaf? Nu hopen we hiermee de spierpijn in ieder geval een beetje te beperken. De doorbloeding te bevorderen. En ja, hopelijk dat, dat het dan wat minder lang duurt. Ze heeft verder niet echt ergens last van, geloof ik. Maar ik denk dat het toch wel fijn voor haar is dat ze een beetje ondersteuning heeft. Nou, Blondie is gisteren natuurlijk gevallen op de trailer. Dus we hebben vandaag de recaptekst opgedaan. Omdat ze daar sowieso rustiger van wordt. En om de spierpijn te verminderen. Maar nu dus ook om de rustiger te maken. En dat ze dan even weer kan oefenen met de trailer. Nou, gaan we doen. Gewoon even aanlopen en gewoon net doen alsof er niks aan de hand is. Nou, deze hebben we al, jongens. Kleine stukjes, alsjeblieft. Thank you.
Nou, ze heeft wat oppervlakkige wondjes, maar op zich lijkt het allemaal goed gekomen te zijn. Geef niet, rustig blijven. Probeer er niet te blokkeren en probeer vooral rustig te blijven. We gaan vandaag nergens heen, dus niks aan de hand. Geef niet. Geef maar gewoon, ja. Nee, laat hem maar. Laat het touw maar een beetje vieren als ze dat doet. Blijf zelf gewoon staan, laat het touw een beetje losser. Nee, ze moet eerst de achterbenen op de klep. Geef niet. Ja, geef niet. De langs mag ze. Ik probeer eerst in te gaan staan voordat je een snoepje geeft. Anders is ze alleen maar met dat snoepje bezig. Ja, snoepje geven. Laat hem maar even. Niet zoveel lokken met een snoepje. Ze moet gewoon naar jou komen. Geef niet. Dat is prima, geef niet. Ik moet op jou letten. Ja, goed zo. Gewoon een paar snoepjes. Hallo, Bonita. Nou, dan nog maar even hier hoor. Nou, zoals jullie zien is het nu een paar keer gelukt. Dus voor vandaag gaan we het afsluiten. We zijn nu een half uurtje bezig geweest ongeveer, om en nabij. Dus gaat lekker de wei op en is ze klaar voor vandaag met de trailer. Gaan we zondag weer verder.